Yo, Nintendo fans. Vandaag gaan we Luigi zoeken in Paper Mario The Origami King. En ik denk niet dat we ver hoeven te zoeken, wou ik zeggen. Want ik dacht toch echt dat Luigi hier zou zijn. Want je ziet hier die lamp en er staat het logo, de L van Luigi op. Maar er zit een of andere vreemde snuiter hier zo achter de toonbank. Komt u maar. Maar kans op 10.000 munten voor slechts 100 munten. Ja, dat wil ik wel spelen. Maar waar is Luigi? Ik hoef alleen maar te raden wat zijn stemming is. Ik krijg 3 kansen. Je kunt het gewoon van mijn gezicht aflezen. Dude, je hebt een masker op! Hoe lees ik dat? Ik denk dat jij een giechelende sniffit bent. Want je hebt Luigi verstopt. En ik denk dat jij daar veel plezier van hebt. Kom maar op. Ik denk het. Ik weet het bijna zeker. Ik weet het echt bijna zeker. Dat dit het goede antwoord is. We vullen in. Shit. We kunnen het nog 2 keer proberen. Ik zie toch niks aan jouw gezicht, vriend. Ben jij een snuffelende sniffit? Ik weet het niet zeker. Het zou echt top zijn als ik dit gewoon 3 keer fout doe. Een snuffelende sniffit. Is dat het goede antwoord? Het is weer fout. We kunnen het nog 1 keer proberen. Ben je een gekke sniffit? Maar dat is geen stemming. Gek. Zou dan toch antwoord A zijn? Woedende sniffit. Hij neemt ons sowieso een maling, hè? Is die woedend? Ik geloof je niet. Verliezen kost je je vrijheid. Jij belazert mij, hè? Jij belazert mij. Alle antwoorden waren gewoon fout. Ik geloof er niks van. Wat nou mijn vrijheid? Kom dan. Kom vechten dan. Begeef je alsjeblieft zonder tegenstribben naar de isolatiekamer. Wat denk jij zelf? We mogen de ruimte tot in eeuwigheid delen met eventuele andere deelnemers. Wat denk jij nou? We gaan het gewoon nog een keer proberen. Dus dan moet het een woedende sniffit zijn. Ik geloof er niks van. Jij gaat hier ook... Jij belazert de hele boel. Jij bent gewoon hier muntjes aan het verdienen. En alle antwoorden zijn gewoon fout. Ik geloof er niks van. Zie je, dit is ook fout. Ik denk dat je stiekem in je broek poept, vriend. Ik denk dat je hartstikke bang bent, maar die optie die is er niet. Ja, als je me nou weer gaat belazeren, dan kom je gewoon vechten, hè? Huh? Heb ik het goed? Ik heb het in 1 keer goed. Ik heb het goed. Huh? Niemand mag dit spel winnen, zegt hij. Ik bedoel, gefeliciteerd. Oh, kijk hem wegrennen. Kijk hem wegrennen. Zie je, het is echt een broekpoepert. We zijn opgelicht. We hebben geen 10.000 munten. Deze man, jongen. Broekpoepsniffit. Oh, we moeten wrijven. We moeten hem even schoon poetsen. En oh, komt dan. De geest van Luigi. Of is het... Ja! Daar is hij. Nice. Mooie referentie ook, dat hij er zo uit wordt gegooid. We hebben Luigi gered. We hebben het spel gewonnen. Opeens hebben we hem gewonnen. Het is echt een vreemde sniffit dit. Anyway, Luigi zegt... Ik wilde proberen om op eigen houtje te winnen. Maar moet je raden, ik heb de sleutel van Peach... Heb je de sleutel van Peach... Je hebt de sleutel niet van Peach Kasteel. Is dit de sleutel van Peach Kasteel? Nee, dit is de sleutel van de suite. Dit is niet van Peach Kasteel, lieve Luigi. Hij zegt... Ongelooflijk, hij lag gewoon bij de balie van het hotel. De sleutel van Peach Kasteel. Ze hadden ook een mooi zwembad en ik kan wel een vakantie gebruiken. Maar Luigi, dit is niet de sleutel van het kasteel van Peach. Luigi geeft niet op, zegt hij. En hij begint alweer te rennen. Hij zal de sleutel vinden en dan komt hij terug om dit kermisspel te winnen. Tot ziens. Later Luigi, tot de volgende keer. Waarin je ons weer dwars gaat zitten waarschijnlijk. Olivia zegt, die broer van je knijpt er weer tussenuit. Hij kwam uit die toverlamp. Kan hij dit een paar wensen voor ons vervullen? Nou ja, we hebben in ieder geval de switchsleutel, zegt professor Toad. Nu kunnen we de rest van de muurschilderingen bekijken. Dus hij is ons nog 2 wensen verschuldigd. Maar ik wil eerst eens even kijken of hier achter die balie toch niet even die 10.000 munten liggen. Er zit hier wel een toad verstopt hier ergens. Zit hij hier achter verstopt dan? Is hier een toadje? Ja. Daar was die. Kijk eens. Hallo toadje. Ik ben bevrijd. Woehoe. Graag gedaan, toadje. Oké, let's go. We gaan terug naar het hotel. En hoppakee, daar zijn we al. De sleutel van de suite. Let's go. We gaan naar binnen. Oh nee, puzzeltjes. Gelukkig hebben ze de rest van de muurschilderingen niet behangen, professor. Gaat uw gang. Nou, de professor zegt, nou laten we eens eventjes gaan kijken. Het lijkt een of andere oude ceremonie af te beelden. De lichaamsbewegingen zijn bijzonder uitgesproken. Daarnaast wordt ook specifiek benadrukt wie de ceremonie moet uitvoeren. De tekst geeft aan dat hij moet worden uitgevoerd door iemand met een knaller van een stem. Volgens mij hebben ze het over jou, Olivia. Nice. En Olivia zegt wat? Nee, ik echt niet. Nee, joh. Ik heb geen knaller van een stem. Nou, op zich kan ik wel een beetje knallen met mijn stem. Ik vind het niet fijn om in de schijnwerpers te staan. Maar als we zo het lint uit het zand krijgen, nou ja, dan doet ze het gewoon. Wat een bazin. We beginnen nu met de les. Hoor je me? Een klaag en vraag. Iets hard.
in brand. Je moet de woorden voelen. Je moet er een verloren beschaving mee overtuigen, Olivia. Oké, er gebeurt nog van alles en nog wat. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Oké. Ze zijn best wel uitgeput, denk ik, of zo. Toad zegt in ieder geval dat Olivia het goed gedaan heeft. Dat ze het geweldig gedaan heeft zelfs. Volgens mij ben je klaar voor om de hele ceremonie uit te voeren. What? Lekker, Olivia. Ik dacht echt dat we hier een of ander puzzeltje moesten doen. Ja, hier is er nog een kamer, jongens. Oh, dit is de slaapkamer. De master bedroom. Met een kissie erbij. Ja, ja. En in dat kissie zit de woestijntoren miniatuur. Lekker. Dan nog even dit blokje pakken. Paf! Is dat serieus één muntje nu? Dat is niet best, hè? Oké, let's go. We gaan weer naar buiten. Maar we moeten eerst al die andere dingen ook nog doen. We moeten hier vuur in dat oog doen. Hier hebben we nog Toads voor nodig of zo. Ik weet niet wat we allemaal moeten doen. Het zal toch niet zo simpel zijn dat we gewoon alleen Olivia moeten gaan laten zingen, of wel? Dat lijkt me pas de laatste stap namelijk. Nou, laten we maar gewoon eens gaan kijken. Daar zitten we weer, jongens, in ons mooie automobieltje. Kijk, we hebben natuurlijk Olivia voorbereid tot het zingen. En dat zou ze dan hier moeten gaan doen. Volgens mij moesten we brandend hart nu gaan zingen. Hoor je me? Ik zoek naar je. Is er ergens iemand voor me? Hey! Ja, dit is lachen. Kijk, de spotlights gaan aan. De vogels die doen mee. Kijk die cheerleader, de dansende Mario en Toad erachter. Oh my gosh. Dit is fantastisch. En iedereen doet mee. Lekker, Olivia. Olivia is gewoon een superster. Ze is gewoon een superster. Simpel als dat. Vet. Heel vet. Oké, was dit goed genoeg? Oké, ja. Ja. Dit was goed genoeg, jongens. Er gebeurt iets. Maar wat is dit? Is het een tempel? Oh, snap. Het is de volgende tempel. Betekent dit wat we de ceremonie correct hebben uitgevoerd? Dit zal de academische wereld op zijn kop zetten. Stel jij eens voor wat voor schatten er wel niet ontdekt kunnen worden met behulp van de juiste pasjes en muziek. Ik zal op zangles moeten gaan. En een choreograaf moeten vinden. Maar goed, dat komt later. We gaan eerst naar de origant. Olivia vindt het allemaal gênant. Goed gedaan, Olivia. Ik vind dat je het echt top hebt gedaan. Kijk eens wat je hebt gedaan. We kunnen nu gewoon deze tempel binnen, jongen. Oeh, dit ziet er vet uit. Dus daarom konden we de bek van die vogels zien gloeien. Alles staat hier in brand. Wacht eens eventjes. Weet je wat ik me net besef? Het lied en het dansje dat we van de muurschilderingen hebben geleerd. Daarmee hebben we op de deur van de vuurorigant geklopt. En dat betekent dat de vuurorigant hier wel eens kan zijn. En dat we hem gaan zien. Dat klopt, Olivia. Ja, heb je dat nu pas zelf uitgevonden of wat? Let's go, Olivia. We gaan. Toad gaat trouwens... Oh, niet mee. Ik wou net zeggen dat hij meeging. Maar hij gaat net als Bobby... Rest in peace. Gewoon hier lekker chillen aan de zijkant. Hij wil niet mee. Hij is doodsbang voor alles wat met vuur te maken heeft namelijk. Oh, ik dacht dat jij een heldhaftige Toad was, jongen. Nou, dit gaan we wel zonder jou. Oké, dan. Oh, wat gebeurt er? Zijn dat de blokjes waar we op mogen springen? Ja? Ik denk dat ik het weet, ongeveer. Moet ik per se op alle blokjes ook springen? Of hoef ik op bepaalde blokjes niet te springen? Want nu weet ik het dus niet meer. Ah, dat bedoel ik dus. Ik moet dus op alle blokjes springen. Oké, goed opletten nu. Oh, kan ik niet nog een keer? Kan je me alsjeblieft nog een keer vertellen op welke ik moet springen? Ja, die. Oh, ja. Ja, nu weet ik hem. Nu weet ik hem sowieso. Zo. 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 En dan hier naartoe. En dan deze. 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 En dan rechtsboven. Ja! We made it! Lekker! Feestje, hoppakee. Feestje met papiersnippers. Woep woep. Muntjes. Oké, laten we de game opslaan. En dan gaan we kijken wat de volgende kamer is. Koepa para troepa. What up, man? Ik spring op je bakkes. Oh, en dan hoef ik je niet te battelen. Nice. Lekker, man. Zo doen we dat. En door. Wow, deze tempel is vet, jongen. Dit is cool gemaakt, gek. Wow, zoveel shy guys. Oké. We zitten vast. En ze rennen weg. Wat gaan jullie doen? Is dat olie? Gaan jullie mij proberen in de fik te steken? Hallo? Wat is jullie plan? Hier. Wat doen jullie? Moet ik jullie in het water... Oh, ik moet jullie twee keer raken. Aha, ik moet jullie twee keer raken. Bats, lekker. Pap. Pak ze. Pak ze. Auw. Gasten. Kom dan. Kom maar. Kom maar. Kom. Oh, shit. Ik doe te stoer. Ik doe te stoer. Hier. Kom. Kom. Jij ook? Ja. Top. Volgende. Ja. Lekker. Hoppakee. Volgens mij loopt er nog eentje hierachter. Ja, zie je? Deze loopt hier te chillen. Chilling in zijn eentje. Hallo?
Hallo? Hoppa! Zomaar gaat hij wegrennen. Oh, wat krijgen we? Oh, nice, een hartje. Dankjewel, die heb ik hard nodig. Snap je hem? Hartje, hard nodig. Door naar de volgende kamer. En dan kunnen we gelijk hier naartoe. Wow, dit is wel een vette tempo, jongen. Dit is echt nice. Dit is gaaf gemaakt. Oké, wat is de bedoeling? Moet ik er overheen springen? Ik denk het wel. Ja, sowieso. Net niet goed genoeg. Dit zou wel eens een tempel kunnen zijn waarin we doodgaan, jongens. Holy crap. Wat gebeurt er? Oh, wat? Er zitten gewoon 1000 muntjes daar in de lava. Oh nee, dan moet je ergens overheen springen. Ik weet niet of dat gaat lukken. Ja, lekker dit. Dit vind ik gemeen. Dit vind ik gemeen. Die had ik nooit aanzien komen. Go, 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 go. Springen. Ja, hoe vaak worden we geraakt, jongen? Gelukkig kunnen we hier even chillen. Dit is even een chill plekje. Maar zelfs de bank is loeiheet. Maar we zijn in ieder geval klaar wakker, zegt Olivia. We hebben weer full HP, jongens. We hebben alle HP weer terug. En dat was brood nodig. Ik heb alleen geen idee hoe ik daarbij ga komen. Laat me lekker zitten. Eens even kijken. We kunnen hier naartoe. Ja, kijk, nu spring ik er wel goed overheen. Hoe pak ik die blokjes? Hoe moet ik al die dingen pakken? Zijn hier geheime paden of zo? Deze kunnen we in ieder geval wel pakken. En dan hebben we... Ja, een paddenstoeltje. Oké, laten we springen. Laten we gaan. Ik mis daar een blok. Ik mis daar een blok. Maar daar kan ik sowieso niet tegenaan springen. Ik moet hoger kunnen springen, denk ik. Oeh, dit ging lekker. 3 op een rij. Go, 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 go. Lekker Mariootje. Doe je goed, vriend. Alleen hoe ik die blokken moet pakken, ik heb geen idee. Ik ben benieuwd wat we nu gaan krijgen, jongens. Want hier kunnen we het spel opslaan. Meestal betekent dat het volgende deel moeilijk wordt. Ah, nog zo'n battle. Huh? Of we hebben nu toch geen rondje gelopen? Dit voelt alsof we een rondje hebben gelopen. Hallo. Kom maar. Ja. Oh, ik word alweer geraakt. Dit ging al gelijk weer fout. Ik heb er 1. Ik heb er bijna 2. Ik heb er 2. Ik heb er 3. Eentje heeft mij. Ik heb er bijna 4. Oh god, dat is een kamikaze bed, shy guy. Dudes, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Met hoeveel zijn jullie, jongen? Gasten, doe eens rustig. Wat is er met deze shy guy aan de hand? Ze panieken. Waarom panieken jullie? Oh, jullie gaan nu een super aanval doen of zo. Hè? Jullie gaan nu een super aanval doen met z'n allen. Nou, lekker. Wow, yo. Zijn jullie klaar? Is het afgelopen nu? Het is afgelopen nu. De deur is open. Bedankt voor het hartje. En we kunnen weer door, jongens. Wacht even, ik ben trouwens wel benieuwd. Moet ik niet deze gaten ook vullen? Nee, oké, die moeten we niet vullen. Oh, man, man, man. Yo, wat is hier allemaal gaande dan? Die Koopa Paratroopa, die mist ons 2 keer lekker. En wij missen hem niet, dus dat is top. Oh, snap. Weer nieuwe vijanden daar. Die gaan sowieso met dingen gooien. Gaan ze met vuurballen gooien? Waar gaan jullie mee gooien? Jullie gaan sowieso ergens mee gooien. Zie je vuurballen? Ik wist het. Hou je vuurballen thuis. Doe eens rustig. Pas op, Mario. Ren nu. Nice. Oh, oké, hij komt ons aanvallen. Ja, en we moeten battelen. Hier op je bakkeroni. Oké, we zijn maar alleen. Dus we moeten proberen om ze zo snel mogelijk te nakken allemaal. Hoppakee. 24, is dat genoeg? Dat is genoeg. Lekker. Oh, maar de rest is nog niet kapot. Omdat we die eerste natuurlijk damage hadden gedaan. Omdat we op zijn bakkers waren gesprongen. Dat is jammer, hè? Dat is jammer. Oké, maar deze zijn in ieder geval weg. Ik wou nu eigenlijk een keer een vuurbloem gebruiken. Maar ik denk dat die echt niet goed zijn tegen deze guys. Dus ja... Oh, maar dit is wel nice tegen deze guys. Later. Nu alleen nog even de vraag hoe we daar bovenop gaan komen. Oh, dan moeten we via de andere kant. Hé, laat mij eens even met rust, jongen. Doe eens even normaal, man. Ik kom je halen, hè. Ik kom gewoon hier overheen. En dan ga ik hier de trappetje op. En dan sta ik opeens achter je, vriend. Hier, kom dan. Sla eerst maar even lekker met die glanzende hamer even het leven uit deze gasten. Hoppakee, 28. Nog steeds niet genoeg. Potverdorie. Pak ze hoor, Mario. Hoppa. Oké, pas op, pas op, pas op, pas op. Ja, top. Wat ga jij nog doen? Niet zoveel, hè? Nee, dat deed niet zoveel pijn, hè? Hij is ook gewoon weggerend. Die gast die rent altijd weg. Wat een Henkie, jongen. Hop, hop en hop. Dat is waarschijnlijk niet genoeg. Oh, dat is wel genoeg. Oh, dat is chill. Die zijn helemaal niet zo sterk. Oké, wat zit er in het kistje, jongens? Ja, het is de vuurbloem miniatuur. Nou, ik had het net over de vuurbloem. En dan hebben we nog dat miniatuurtje gepakt ook. Nice. Ik denk dat we hier heel snel door moeten lopen. Want ik denk dat deze blokjes onder onze voeten vandaan gaan verdwijnen. Oké, oké. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ik moet alleen wel recht blijven lopen. Ik moet even focussen. Recht blijven lopen en recht springen. Ja, top. Top. Recht springen. Recht springen, Rick. Ja, ga maar door. Of kunnen we deze slaan?
Ik weet niet waarom ik dat deed. Waarom deed ik dat precies? Niet handig, Rick. Niet handig. Loop maar gewoon even door. Mop. Ja, gewoon doorlopen, Rick. Ja, top. Oké dan. Ik heb het gevoel dat we echt zo dicht bij die waterorigant aan beginnen te komen. Want Olivia, die vraagt ook van, wil je niet eens opslaan? Ja, dat lijkt me op zich verstandig. En dat lijkt me ook verstandig om die waterorigant in de volgende aflevering te gaan verslaan. Want, net als in die tempel daar, heb ik het super warm. Want het is inmiddels 30 graden hier op zolder. En ik hoop dat jullie daarom wel even dat blauwe duimpje omhoog willen doen. En willen abonneren op dit kanaal voor meer Paper Mario, Pokémon en Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Of daar. Mazzel!